Het hoofdveld van TEC is van een strakke grasmat verworden tot een slagveld. Het veld, eigendom van de gemeente Tiel, wordt onderhouden door AVRI. Er was geconstateerd dat de onderlaag te hard was en daardoor werd er besloten om de bovenlaag als het ware los te schudden, zodat er meer lucht in de bodem kan komen. Als het nodig is, gebeurt dat 2 keer per jaar, normaal gesproken na de competitie en in de winterstop. Een woordvoerder van AVRI, die regelmatig de grasmat inspecteert, liet weten dat achteraf gezien de timing niet goed is geweest, maar dat een en ander wel in goed overleg is besproken met de manager voetbalzaken van TEC, Wim van Baal. De woordvoerder laat weten dat de grasmat voor zaterdag keurig geprepareerd is om wel op te kunnen voetballen. De sleuven worden nu opgevuld met zand en daarna beregend, zodat de grasmat er weer keurig bij ligt. TEC speelt aanstaande zaterdag haar laatste reguliere wedstrijd in de tweede divisie tegen HHC Hardenberg.